Goedemorgen, welkom allemaal bij deze nieuwe weekvlog. Mijn haar is nog helemaal net uit bedstand. Ik ben wel aangekleed. Ik weet niet of ik dit aangehouden eigenlijk. Ik ga in ieder geval even een poging doen om met mijn nieuwe krultang, stijltang bedoel ik, mijn haar te gaan krullen. Dit is de nieuwe Remington Airplates stijltang, zo heet die. En ik krul meestal mijn haar met een stijltang, dus ik ga even proberen of dat met deze ook kan. Ik neem nu natuurlijk een zieke tegenlicht, ik zal even mijn lamp aandoen. Waar is het aanknopje? Oh, hier. Kijk. Dan ga ik eventjes mijn haar kammen met deze Mohi borstel. Hier heb ik trouwens ook nog een kortingscode voor. En dat is ook volgens mij voor Max Pro producten. Dus stijltangen, krultangen en dat soort leuke haardingetjes. En die zet ik nu ook al even in beeld. Het is wel met deze borstel een beetje zo dat mijn haar er heel erg van gaat. Zoals je ziet, wordt er heel statisch van. Ik weet niet zo goed hoe dat kan, maar het is zo. Dan deel ik mijn haar eventjes in twee delen. Nou, here we go. Kijken of dit werkt. Oh, ik heb echt het gevoel dat dit heel goed gaat werken. Don't ask me why, maar er komt zoveel warmte vanaf. En je kan hem zo lekker stevig vasthouden. Ja, bitch. Ja, bitch. Oké, dit is hoe het uiteindelijk is geworden. Kijk, met een stijltang krullen, dan krijg je nooit echt krullen. Maar, wacht, ik probeer het even goed te laten zien. Maar meer een soort van kleine slagjes in je haar. En ik vraag me wel af hoe lang dit nou weer blijft zitten. Want mijn haar is verschrikkelijk, zal ik je vertellen. Krullen gaan er echt binnen no time uit. Dus ik ben benieuwd. Ik heb echt de mooiste highlighter combi ever gevonden. Oh my god. Wat ik dus daarvoor gebruik is deze Elf Shimmering Facial Whip. Dat is gewoon eigenlijk een cream highlighter. Met daar overheen Soft and Gentle van MAC. En ja, ik vind dat het op beeld veel minder heftig overkomt dan in het echt. Maar er zit echt een huge ass shine op mijn voorhoofd. Ik bedoel op mijn hoofd. Dus ja, yeah, I love it. Dit is wat ik aan heb. Ik weet nog niet of ik dit aangehouden. Ik ga namelijk vanavond naar Cluster. Dat is zeg maar het concert van Freek Bartels, Celine Schoenmaker, Jeske en nog veel meer. maar ik weet nog niet of ik dit aangehouden. En ja. Misschien wil ik wel een jurkje aan. I don't know. We gaan even op de fiets naar Wormerveer. Want we gaan kijken voor een nieuwe bikini. Jij hoeft geen nieuwe bikini, toch? Nee. Ik heb nog een paar van die pakken nog. Ik wel, want ik ben gewoon een fashion diva die elk jaar een nieuwe wil. Ik heb nog wel goede hoor, maar... maar welke jas moet ik aan? Ik ben niet. Ik ben niet. Ik heb zoveel. Ik kan niet kiezen. Spijkerjas. Is dat te koud? Zo, ik heb net gewinkeld en ik heb leuke dingetjes gekocht. Maar die ga ik in een shoplog laten zien die ik zo meteen ga opnemen. Dus die staat online, als jullie dit zien. En ja, ik wilde heel eventjes jullie updaten. Want vandaag zijn de mailtjes gestuurd vanuit Codarts voor de laatste ronde. En ik ben helaas niet door. Maar ik haal voor mezelf nu even de helaas weg. Want ik... Ik moet eerlijk zeggen dat ik er eigenlijk heel erg opgelucht over ben. En dit gaat misschien voor sommigen heel raar klinken. Dat ik het niet erg vind dat ik niet door ben naar de laatste ronde. Maar ja, ik zal het even uitleggen. Ik doe dus auditie bij Codarts en Fontis. En het is allebei muziektheater. Het zijn wel allebei totaal verschillende scholen. En het is zeg maar zo dat ik echt al 100% weet dat ik naar Fontis wil. Ik wil zo ontzettend graag naar die school. Ik voel me daar zoveel meer op mijn plek. De opleiding past veel beter bij me. Hoe ze daar te werk gaan is gewoon meer wat ik heel erg tof vind. En ik zeg niet dat Codarts geen goede school is. Begrijp me daarin alsjeblieft niet verkeerd, want het is een hele toffe school.
Codarts is alleen iets meer gericht op modern muziektheater en iets meer op toneel en minder op alleen maar puur musical. En Fontys is echt veel meer echt op musical gericht. En dat is de reden waarom ik naar Fontys wil, want ik ben gewoon een musical meisje. Dat is alles wat ik geweldig vind. En Codarts is heel tof, vooral als je heel erg van spelen houdt, van acteren. Dan moet je echt 100% naar Codarts gaan. Maar mijn hoofdprioriteit is gewoon zang. En daarvoor moet je echt op Fontys zijn. Dus daarom ben ik best wel blij dat ik niet door ben. Omdat ik had het heel erg kut gevonden als ik Codarts moest gaan afzeggen. Als ik daar misschien aangenomen zou worden of iets. Dus ik ben heel blij dat dat nu niet hoeft. En jullie vragen jullie nu waarschijnlijk nu af, maar waarom ben je dan niet door? Ja, ik kan het niet zeggen, want je krijgt er geen feedback over. Maar ik heb heel erg het idee dat ze mij op Codarts ook het type niet vinden. Dat ze mij gewoon geen Codarts meisje vinden. Want ik vind dat zelf ook niet. Ik vond het al heel wat dat ik door was naar de derde ronde. Want dat had ik eigenlijk al niet zien aankomen. Dus ja, ik vond het weer een leuke ervaring. Maar ik ben heel blij dat ik nu gewoon vol voor Fontys kan gaan. Dus dan weten jullie dat. En ja. Dus jullie hoeven ook echt absoluut geen medelijden met me te hebben. Of, het is natuurlijk ergens wel jammer qua... Ja, qua dat je... Ja, nou, je wordt toch afgewezen. Maar je hoeft echt geen medelijden te hebben. Want ik ben er eigenlijk best wel blij mee. Vanavond ga ik met mama naar het concert Cluster. Dat is van Celine, Freek, bla bla. Volgens mij heb ik dat al verteld, maar dat maakt niet uit. En dit wat ik aan heb. Ik heb dit topje aan van de Vero Moda. Met daarbij mijn overall dress van de Zara. En deze, ik moet even de andere kant laten zien. Deze laarzen van... Mam, van waar zijn die laarzen? Oh, van de Clark. Clarks. Van Clarks. Dus leuk. Hey, hoe vonden jullie het? Martijn, leuk. Ja, het is echt heel goed. Ik doe je alleen maar aan het janken. Mensen worden boos, want ik ga vloggen. Maar ja, het stopt nooit. Pamela moet vloggen. Het stopt nooit. Lekker een shirtje weg? Ja, sorry, ik moest even. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Ik heb echt het idee dat het al veel later in de week is, maar het is pas dinsdag. En ik heb even een ontbijtje voor me gemaakt. 2 crackers met kipfilet en avocado. En ik begin de dag natuurlijk altijd met YouTube filmpjes kijken. Dus dat ga ik nu doen. En lekker eten en daarna even douchen. En ik weet niet wat ik de rest van de dag ga doen. Ik denk dat ik vandaag eventjes wat nuttige dingetjes ga doen. Ik ben zo fucking dom. Ik ben eventjes Timmy aan het uitlaten. En ik heb helemaal mijn camera mee. Maar mijn kaartje zit in mijn computer. Oh ja, en wat je nu hoort is Timmy. Die weer een hyperaanval krijgt. Het is echt zo'n rare hond. Kan echt niet. Maar in ieder geval. Ik ben dus even aan het lopen. En het is dus nu 20 graden. Maar het is niet heel warm. Het ligt er een beetje aan. Als je uit de wind staat is het echt heerlijk. Maar ik heb het best wel koud. Want ik heb zeg maar dit aan. Dus ja, nou ja, in ieder geval, ik ga even een rondje lopen, want ik ben al de hele dag binnen. En ik wil wel even genieten van de zon ook even, dus ja. Voor de duidelijkheid, ik film dus nu met mijn telefoon. Omdat mijn kaartje van mijn camera, zeg maar, in mijn computer zit. Super dom. Maar goed. Maar dat hadden jullie denk ik al begrepen, maar maakt niet uit. Ik heb wat nieuws geprobeerd in mijn weekvlog. En dat hebben jullie in de vorige weekvlog kunnen zien. En ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vonden. Dus laat het zeker even in de reacties achter. Ja, ik bedoel zeg maar dit. Dat dus. Ik vind het zelf wel heel erg leuk. Wie weet dat het ooit het lettertype of iets of er iets nog gaat veranderen. Want het is natuurlijk eventjes voor mij nog zoeken wat ik wil. Maar zoiets wil ik wel gaan doen. Want ik vind het wel heel erg leuk met zo'n intro filmpje en zo. Dus ik hoop dat jullie dat ook leuk vinden. Dus ik vind het wel tof. Ik ben zo meteen aan de mist. Ik ga
wel een klein beetje voor lul. Ik ben weer in Zoetermeer, want we gaan weer repeteren voor de Adams Family. Goedemorgen, het is vandaag woensdag en ik ben weer terug ziek. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik ben sinds gisteren weer aan het hoesten en mijn neus zit helemaal dicht. Huh? Praat tegen mijn camera. Dus dat is vervelend. Maar vandaag ga ik naar Tilburg. Ik ga eerst naar het concertje van Musical Theater. En daarna heb ik zangles. En ja. Top. Zin in. Nou jongens, ik ben terug van zangles. En het ging best wel goed nog. Ik ben natuurlijk een beetje verkouden, maar ja, het ging wel goed. Ik kan gewoon zingen. Ik bedoel, je hoort het natuurlijk een beetje. En er zit een beetje slijm op mijn stem, maar... En ik ben een vlogje aan het kijken van Queen of Jetlags. En zij is echt heel erg leuk. Moet je echt even op abonneren. Dus dat is wel echt cool dat ik nu dat ik zoveel heb gemaakt de laatste tijd. Zo, ja, ik ga het zeggen dat er voor de feestje in haar. Dat is er. In haar handje. Dus als iemand nog tips heeft voor baby's met tandjespijn. Let me know die bij. Zij is echt super leuk en ze heeft echt een heel leuk kledingstijl. En ze heeft dus een baby. Baby Olivia. En het is leuk. Dieses mooie Gefühl. Ich kann ihm nicht mehr widerstehen. Und doch auf einmal ist es ein Traum. Jullie zagen, heb ik dus net dus Duits gezongen en ik kan helemaal geen Duits. Het is verschrikkelijk. Ik heb echt al sinds de tweede geen Duits meer. Maar ik wilde gewoon heel graag een keertje in het Duits zingen, omdat de opleiding die ik wil gaan volgen, dus Fontys, die zingt op de opleiding heel veel Duits. En ik dacht gewoon van, I'm gonna try it. Ik was gewoon benieuwd of ik het kon en zo, dus... Ja, ik moet echt super erg aan mijn uitspraak werken, dat weet ik. Maar ja, ik bedoel, het is best wel logisch als je sinds de tweede geen Duits meer hebt gehad. Dus ja, ik heb al ongeveer de helft van het nummer ongeveer zo goed mogelijk proberen uit te zoeken wat de uitspraak is. Kijk, natuurlijk niet woord voor woord, maar ik probeer gewoon heel erg veel te kopiëren van hoe zij het zingt. En ja, het was ook verder geen opdracht. Ik heb dit gewoon aan mezelf gedaan, want ja, ik wil wel een keertje Duits doen in mijn zangles. Het was geen opdracht verder, maar ja. Het is vandaag donderdag en oh, Timmy moet heel even naar buiten. En ik ben bezig met, ik zal het even laten beginnen. Waar is onze klok? Oh, die ligt daar. Nou, in ieder geval, ik ben dus bezig met mini pizzaatjes maken. Want vanavond bij de Adams Family gaan we...
ja, eten met z'n allen. En dan moeten we allemaal wat maken. En ik maak mini pizza's. Ik zit alleen echt in een gekke struggle. Want het is natuurlijk pas vanavond. Maar ik ga straks met Pip afspreken. En ik heb geen zin om het vanavond zeg maar allemaal haastig te doen. Dus ik doe het nu. Maar kijk, ik heb hier dus hier 4 en daar nog 4. Maar ik heb zeg maar 2 van deze pakjes. Dus ik maak in totaal 16 stukken, zeg maar. En die ga ik allemaal zeg maar zo snijden. Maar ik weet dus nu niet of ik het nu al in de oven ga doen of vanavond. Alleen ik kan het natuurlijk niet. Ik kan niet al die 16 plakken nu zeg maar bewaren. En ik ben ook bang dat het misschien dat het zeg maar niet in de koelkast leg, dat het dan vies wordt of zo. Dus ik weet niet zo goed hoe ik dit ga doen. Maar ik ga wel even, ja, even opzoeken of ik het misschien ook in de magnetron dan kan opwarmen of zo. Yeah, er zitten er 2 in voor mij en Pip. Yeah. Maar dit was dus echt een soort van kwal, die. Dus ik heb die kaas een beetje naar achter geschoven, want ik kan echt niet, zit veel te veel kaas op. Ik ga stuk. Ha. Tell me more, tell me more. Nu ben jij, je bent de man. Aha. Want er zijn ook 7 mogelijke locaties. Oh, heftig. En dat is Morticia's vlog. Lekker vlog. Hey, wil je niet om mijn vlog heen praten? Sorry, Tammy. In mijn kamer. Er zijn natuurlijk heel veel daders. Ik weet niet wat ik kan zeggen. Maar ik hang er niet aan. Nee, kijk, het grappigste is dat er natuurlijk overal kaartjes zijn. Op het moment dat iemand geen kaartje kan laten zien, ze komen allemaal. Dan weet je dat het 1 van die 3 is. Ja, maar dan moeten we hetzelfde vragen bij de andere persoon. En eigenlijk de persoon af om te kijken of iemand wat heeft jou. Ja, ja, maar je bent echt heel slim. Dankjewel, ja. Geperkt. Ja. Ik heb geen... Daar is de pen. Mijn camera is bijna leeg. Dit was het spel. Jullie zien de afloop niet meer. Doei. Oh. Doei. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. En ik ben ontzettend moe. Ik ben heel erg allergisch of hooikoorts of I don't know. En vandaag ga ik lekker de hele dag in mijn chilltrui zitten. En YouTube filmpjes bewerken. Voor morgen even oefenen. En dat vind ik het enige wat ik ga doen vandaag. Oh. Gek, hoe? Ik ben net... Oh. Wacht even. Oh, ja. Oké. Okay. Dat dus. Oeh, er is net een pakketje van W7 binnengekomen. Want ik heb een nieuw palet. En ik zal hem even aan jullie laten zien. Dat is dit palet. Het is het Smoking palet. Ik heb er al eentje van W7. Maar ik heb dus echt helemaal nog geen... Oké, dit gaat niet meteen aan de hand. Wacht even. Het is helemaal nog geen Smoky palet in mijn stash. Dus ja, nu heb ik deze van W7 gehaald. En ja, ben heel benieuwd. Het zijn wel echt goede smoky kleuren inderdaad. Wow, ik heb de hele dag aan mijn YouTube kanaal gewerkt. En het is nu 5:15. Eigenlijk 5:50 bijna. En ik ben echt dood. Ik heb echt geen zin meer. Ik ga nu YouTube filmpjes kijken. Daarna ga ik nog even voor morgen dingetjes doornemen. En dan ga ik de rest van de avond chillen. I'm so tired. Oh my god. Dinsdag en ik ga dus een nieuwe weekvlog beginnen. Ik heb vannacht geslapen met ingevlochten haar. En dit is het resultaat. Het valt me nu op dat mijn make-up er niet goed af is. Maar goed, ik heb dus net gedoucht. En ik lig nu in bed. En ik ga lekker slapen. Want ik moet morgen weer om 5:30 mijn bed uit. Oké, dat gaan we natuurlijk gewoon doen. Maar ik ga nu lekker slapen. Nou ja, altijd als ik zeg dat ik ga slapen, ga ik eerst nog even Netflixen. Maar daarna ga ik slapen. Dus ja, ik heb gisteren helemaal niet gevlogd. Ik had gisteren natuurlijk vooropleiding. En vandaag heb ik getapt vanochtend. En nu ga ik zo meteen naar mijn opa en oma. Want die zijn 6 weken op vakantie geweest in Turkije. En die komen vandaag terug. Ik zei net Turkije, maar ik bedoel Spanje. Het is echt super mooi weer buiten. Het is echt heel chill. En ja,
Ik weet alleen niet meer zo goed wat ik nou moet vloggen vandaag. Want bij mijn opa en oma ga ik niet vloggen. Want er zit allemaal familie en zo. Dus ik ga de vlog bij deze afsluiten. Sorry dat ik dit weekend niet zo heel erg veel heb gevlogd. Maar ik hoop dat jullie de rest van de week wel heel erg leuk vonden om te zien. Doe een duimpje omhoog op deze video. Abonneer op mij als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei doei!